Hoi, laatst maakte ik een filmpje over klitbandrollers en toen zei ik al dat ik ook andere technieken kende, zoals met de stijltang. En dat ik die nog zou laten zien, dus dat ga ik nu doen. De klitbandroller, dat is een roller bedoeld voor volume. Je hebt ze in verschillende maten. Ik zou zeggen, kijk het vorige filmpje even, ik zal hem even hieronder linken. En vandaag ga ik laten zien hoe je met behulp van een stijltang heel snel met deze klitbandrollers te werk kan gaan. Het trucje zit hem in de hitte. Nou, normaal als je een krul maakt met een roller, een papillot, een klittenbandroller, dan wil je dat je haar zo heet mogelijk wordt, zodat ze zich vormt naar de krul. Vandaar dat een krultang goed werkt, want de hitte komt uit die tang. Nou, nu gaan we de hitte creëren met een stijltang. En ik heb hiermee zitten spelen. Ik dacht, wat nou als je die pluk eerst door de stijltang haalt en dan heel snel oprolt en vastzet. Dan heb je dus eigenlijk die hitte, want de stijltang kan tot wat 210 graden, de hitte van een tang in een klittenbandroller. Nou, dat werkt. Het gaat heel snel en je hoeft ook niet eeuwig te staan feunen of wat dan ook. Het enige wat je moet doen is pluk door de stijltang halen, snel inrollen en laten zitten. Klaar. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe ik dat doe. Het is een erg snelle manier van werken. Ik heb mijn stijltang alvast aangezet op de hoogste stand. Die is aan het opwarmen. En ik gebruik de allergrootste rollers. Mijn haar is erg lang geworden. Als je haar korter is, kan je kleinere rollers gebruiken. En het enige wat je eigenlijk verder nog nodig hebt is haarspray. Dit is de Volume Boost van Wella Flex die ik gebruik. En wat ik ga doen is het volgende. Ik pak een pluk, spray de haarspray op. Ga er overheen met de stijltang. Ja, ik weet het. Je hoort waarschijnlijk een knetterend geluid en zo. Maar dat is echt zo'n goede manier om een krul erin te laten. Dus stel je hebt dit echt nodig om 48 uur een krul erin te laten. Doe het op deze manier. Wil je dit echt elke dag gaan doen. Dan raad ik je niet aan om elke dag sprayen en daar overheen met de tang te gaan. Nou, we hebben haast. We hebben altijd haast. We hebben altijd haast. Als we ons haar moeten doen, hebben jullie ooit wel eens 3 uur de tijd om je haar te doen? Lekker, even lekker 3 uur met die krultang in je hand te zitten? Ik niet hoor. We beginnen met een pluk hierboven. En omdat we haast hebben, doen we het allemaal niet te netjes. Dan deze pluk nemen. Haarspray, de volumespray. Zo. We nemen de stijltang. Nu gaan we heel snel te werk. Je wil dat de pluk... Oei! Oké, dit is niet je haar wat je hoort, dat is echt puur het product. Maar kijk, het is natuurlijk nooit helemaal goed voor je haar, maar goed. Dus ik heb hem nu... Ja, nu is die echt heel heet. Mijn hand. En nu rollen we hem snel in, terwijl die heet is. En vastzetten. Zo, de eerste zit erin, we gaan verder. Nummer 2. Daar gaat hij dan. En de derde. Nu ziet het er zo uit. Dus ik heb 3 rollers in. Eigenlijk kan je het nu al laten. Dit heb je echt in 3 minuten gedaan. Gewoon hop hop hop, klaar. Nou, ik heb nog 3 rollers over. En ik ga deze 2 kanten inrollen. 1, 2. Zo, en nu zit het erin. 5 grote rollers, super snel gedaan. En nu ga ik lekker doen wat ik allemaal moet doen. En strakjes, vlak voor ik weg moet, haal ik het eruit en dan zie je het resultaat. Oké, er is ongeveer 1 uurtje voorbij, maar je kan dit ook gewoon echt maar 1 kwartier erin laten. En ik ga nu alle rollers eruit halen. Zoals je ziet staat het
vrij hoog. Het enige wat je nu nog moet doen is even met je vingers er doorheen. Zo, en dit is eigenlijk echt wel een beetje het effect waar ik voor ga. Kijk, je ziet dat het omhoog staat. Maar zeg maar gewoon geschikt voor iedere dag. En de truc is om je haar echt een beetje naar achter te gooien. Omdat het natuurlijk naar achter in die rollers zat. En dit is het. En doordat je gebruik hebt gemaakt van die stijltang is het haar wel heel glad ook. En wel stijl, maar toch staat het... Het staat niet bol, maar zeg maar, als ik het normaal met de stijltang recht maak, dan hangt het plat gewoon langs mijn hoofd. En nu is het toch een beetje bouncy, zeg maar. Klein beetje. En ja, ik heb natuurlijk ook niet het meest stugge haar. Want hoe stugger je haar, hoe beter het omhoog blijft staan. Dus ja, ik hoop dat jullie het kunnen zien zo, wat het is. Zie, je ziet het hier, zeg maar, goed, hoe het nu staat. En dat is het rondom dan. Nou, ik zou zeggen, spoel even terug naar het begin. Vergelijk het even met hoe mijn haar nu zit. En dat is dus een manier om heel snel met de klittenbandrollers en met behulp van de stijltang een beetje volume te creëren. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doei!